Wat is het nieuwe normaal? Dat is de straal van de omtrek. Dat is de toestand die de nieuwe coronataal heeft voorgebracht. De nieuwe coronataal, dat is onder andere taskforce, social distancing, cohort. Maar het meest onnozele is de bubbel. Ja, waarom? Een bubbel, dat is West-Vlaams voor een vrouwenborst. In het Vlaams tette genoemd. Dat zijn bubbels. Okay. Neem nu dat er twee gezinnen van vier mensen elkaar mogen ontmoeten volgens de regel van vier. Die absurde regel. En ze moeten een meter en half afstand van elkaar houden. Geen meter 48, een meter 50. En ze gaan in een cirkel staan. Dan vormt dat een cirkel met een omtrek van 10 meter en half. Neemt dat je iemand in het midden zet, dan staat die op een meter 76. In het midden. Iedereen houdt zijn social distancing in de omtrek, plus 1 in het midden. 7 rond hem, 1 in het midden. Op een meter 67. Wat dat even samen. Dus als ik het goed begrepen heb, een cirkel van 7 mensen met elke anderhalve meter tussen, ja, is een cirkel van 10 meter en half. Zoals ik kom te zeggen. Zet een mens in het midden van die cirkel en die staat op een meter 67. Als iemand vanuit die bubbel met iemand anders wil spreken, is er soms een afstand van 3 meter 34 tussen de twee personen. Dat is toch waanzin. Die bubbel, ik heb het al gezegd, dat zijn vrouwen. Dus dat is allemaal wiskunde van de Aldi. Niet het nieuwe normaal, dat is het nieuwe abnormaal. De nieuwe waanzin. Zeg dat dokter Joseph het u gezegd heeft. Dank u wel voor de les. De volgende keer leren we uw das knopen. Heel gevaarlijk. Ik heb geen adem meer. En je gaat dood.